We zitten in het laatste blokje, Ariane. En daar hebben we het eventjes over de muziekkeuze. Hè? Waarom je deze nummers nou allemaal gekozen hebt. Dus laten we er eventjes doorheen lopen. Semi Martin met Pida Coibon. Ja, het leven is mooi. Caribisch, dansen, vriendelijkheid, zon. Ja, oké. Okay. En Dua Lipa met Be The One. Is een nummer van nu. Je moet wel een beetje bijblijven, maar ook heerlijke muziek. Ja, eens. En Puddle's Pity Party, dat is een bijzondere, de Royals. Ja, dus zo'n tv-programma dat je iets kan doen, daar kwam die. En zeker als je het videootje erbij ziet, ik vind het heel intrigerend, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, ja, is bijzonder, dus mensen kijken die video. Pink Floyd, Mother. Ja, jeugdsentiment, er gebeurde heel veel toen, er gebeurt heel veel nu. Grenzen gaan weer dicht, grenzen gaan open. Het is zo'n nummer, kan altijd, komt altijd terug. En Vaya con Dios, na Nina. Het leven moet ook wel weer een beetje gezellig en op tempo en dansen en positief zijn. Ja, dat klopt. Ja. En Michael Jackson, They Don't Care About Us. Ja, Michael Jackson, wat een mens, wat een artiest vooral. Wat heeft hij gedaan? Dit is een van de fijne nummers. Eens. Paul Young, Love of the Common People, hebben we net gehoord. Ja, vreselijk jeugdsentiment. Ik kan hem nog steeds woordelijk meezingen. Het is echt flashback naar de tijd dat ik jong was. En de grootste uitdaging is, met wie ga ik vandaag spelen? Ja. Ja. Nou had je bij het eerste nummer, Semi Martin, had je nog een mooi verhaaltje? Ja, Semi ben ik tegengekomen. Is een nichtje van een dame die ik ken. En de dame die vroeg aan mij, mogen we de locatie waar je bij kan gebruiken voor de opnames van deze video? Dat mag. En de boom waar ze onder staat heet Flamboyant. Fantastisch. En dus de mensen die de video bekijken op de website zometeen, dan die zien dus dan ook dat ergens in tropische orde is. Dat is in Bonaire, ja. Oké. Okay. Ja, dat is een bijzondere gemeente van Nederland. Inderdaad. Ja, dat is wel leuk als jullie die hebben. Ja. Maar we horen inmiddels de muziek inkomen. Dus dat is alweer het einde van deze uitzending. Ik wil je heel hartelijk bedanken dat je hier je verhaal hebt gedaan. En nogmaals gefeliciteerd met de nominatie. En ga gewoon zo door, want het is natuurlijk heel bijzonder om zo'n mooi product vanuit Ede te kunnen leveren in de hele wereld. Succes! Dank je. Ook dank aan Adrie voor de techniek, wederom. En volgende week zijn mijn gasten José en Wouter Pilon uit Veenendaal van Suntech Energy. Zij zijn gespecialiseerd in zonnepanelen. Maar het bijzondere wat zij hebben is dat ze ook nog eens zelf hebben, hun eigen producten. Die worden gefabriceerd in China. En zij zijn, inclusief financiering, de hele reutemeut eromheen, zijn zij toch jonge onderneming van het jaar 2019 geworden in Veenendaal. Dus die hebben een mooi verhaal. En daar gaan we dan naar luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.